Hey, maar goedemorgen, wie ben jij? Ik ben Corrie. Mag ik jij zeggen trouwens? Ja, ja, is dat geen probleem? Ja, dat wel, ja hoor. Hey, maar jij bent niet de eigenares en ook niet de vrouw van de eigenaar, nee, hè? Nee, ook niet. Nee. We hebben wel vroeger hier een zaak gehad. Maar dat vind ik intrigerend, vind ik dat wel. Want vroeger een zaak gehad, maar nu werk je er nog. Ik werk er nog steeds, ja. Ik doe het zo graag. Ja? Met mensen omgaan en... Ja, je hebt hier altijd in die zaak gezeten. Soms 3-4 dagen. En hoe lang, van wanneer tot wanneer zaten jullie hier? Van 1991, 92, dus 19 jaar. Daarvoor had je ook nog poppen, ooit? Poppen, dat ja, was de jaren 80 dan? Ja, daar hebben wij toen van. De zaak van? Ja, daar ga je al heel lang terug. En Carl Jouw, dat is van Arnhem-Muiden. En de huidige baas, Ron, die is van Tolen, toch? Van Tolen, ja. Die komt van Tolen, ja. Het is dus voor jou zo leuk werk dat je toch steeds met alle ik plezier doet. Ja. En de donderdag, de mart, ja. Doe ik ook. Vind ik gewoon gezellig. Ja, je vaste klanten. Ja, ja. Ja, en ik weet sommigen, die binnenkomen, weet ik al wat die nodig hebben. Maar het is hier, bij jullie is het bijna altijd druk, hè, zie ik wel. Altijd, ja. En er komen hier ook ontzettend veel toeristen, heel altijd veel, op kibbeling. En, heel veel toeristen, ja. En is het dan op donderdag? Want daar moeten we het zo grotendeels van hebben, hè, van toeristen. Toerisme, ja. Ja. Maar hoe verhoudt zich dat? Want juist op donderdag kom jij, maar op donderdag staat er natuurlijk voor de zaak staat ook... vishandels, maar daar komen alle visliefhebbers naar de stad juist of zo. Ik zeg altijd maar zo, de mensen die naar de mat gaan, die komen niet hier. Nee. Die gaan naar de mat. Ja. En de mensen die hier komen, die gaan absoluut niet naar de mat. En hoe lang werk jij hier al? 5 jaar. 5 jaar ook? Ja. Ben jij Middelburgse dame? Nee, ik kom uit Tolen. Oh, kom je ook uit Tolen? Ja. Maar jij komt dan op eigen gelegenheid hier naartoe altijd? Ja, klopt. Leuk. Ja. En hoe heet je? Michelle. Oké, aangenaam. Aangenaam. Zei je nou net dat jouw familie of jouw gezin, zeg maar, jouw zonen, die zitten ook allemaal in de vis? Die zitten op zee. Die op varen. Zee? Ja. Die vissen eigenlijk, dat zijn echte vissen. Die vissen. Ja, dat is eigenlijk wel fantastisch, hè? Ja. Jouw hele leven is verbonden met vis. Ja. Ja, dat is toch op Arnhem-Muiden. Want hoeveel mensen zijn er eigenlijk op Arnhem-Muiden die met vis bezig zijn? Dat zijn er toch best veel. Oh, er zijn er heel wat hoor. Ja. Van jongs, van vader op vader. Het is al zoveel generaties. Ik pak alsjeblieft. Ik pak weer, natuurlijk kan ik dat. Kijk alsjeblieft, het is waardelijk en een fijne dag.